Goedemiddag. Cyprus praat met Europa over een mogelijke heffing van 25% op banktegoeden boven de 100.000 euro. Dat heeft de Cypriotische minister van Financiën gezegd. Cyprus overlegt vandaag met de vertegenwoordigers van de EU over het reddingsplan. Volgens minister Saris is er belangrijke vooruitgang geboekt in de gesprekken, maar gaat het niet gemakkelijk. We moeten heel katharisch zijn om de stabiliteit Ja, ik dacht al. Dat, is, dat klopt helemaal niet. Er hoorde natuurlijk een filmpje bij. In plaats van zat u naar mij te kijken, is natuurlijk niet de bedoeling. Ik denk dat wij doorgaan met het volgende onderwerp: het gaat over de pauze. Uh, toch nog even naar Cyprus, begrijp ik. Cyprus overlegt vandaag met de vertegenwoordigers van de EU over het reddingsplan. Volgens minister Saris is er belangrijke vooruitgang geboekt in de gesprekken, maar gaat het niet gemakkelijk? Ik denk dat het weer niet in orde is. Ja, dat is uh, interessant. Twee keer geprobeerd nu. Dan gaan we naar de pauze natuurlijk. Paus Franciscus heeft in Castel uh, Gandolfo een bezoek gebracht aan zijn voorganger, Benedictus. Uh, die zit uh, sinds zijn terugtreden in het pauselijke buitenverblijf daar het is een. Uh... Nou, ik zal maar vertellen dat het een uitzonderlijke ontmoeting was in ieder geval van de paus uh, uh, met zijn voorganger die dus terugtrad. Um, en uh, dat moet u maar voor mij geloven, want het schijnt dat alles hier mis is gegaan. Um, we gaan uh, in de latere journaals uiteraard bij u terugkomen met en de paus en Cyprus. En de ongelezen krijg ze, maar we kunnen het u allemaal niet meer laten zien. Het weer dan nog, misschien. Krijgen we dat wel. Nee, ook niet meer. Nou, u weet vast zelf al dat het koud is in de snijdende oostenwind staat er. Um, wij gaan het hier even proberen te fixen. We zijn later vandaag met de journaals die het wel doen, bij u terug. Fijne dag in ieder geval.